Welkom bij Sharebiz Café, het programma wat we iedere week doen vanuit het Sharebiz Ondernemerscentrum in Zoetermeer. Iedere week praten wij met waarvan wij denken aansprekende Zoetermeerse ondernemers. Dit is de allereerste aflevering en gelijk niet de minste gasten die hier aan tafel aangeschoven zijn, laat ik het zo maar even zeggen. Jochem Beekhuizen, welkom. Michelle Schekman, ook welkom. En de laatste in de rij, maar zeker niet de minste, is Ronald van der Weerthof. Ja. Welkom alle bij deze allereerste aflevering. Jullie hebben de primeur. Leuk. Zoals jullie waarschijnlijk weten, wemelt het in Zoetermeer. Nou, dat is misschien wat flauw gezegd, maar van de ondernemers. Dat groeit echt tegen de klippen op. In het midden- en kleinbedrijf en ZZP'ers. Nu heb ik begrepen, Jochem, dat jij ook nog zeer recentelijk of op het punt staat ook hier in Zoetermeer ondernemer te worden. Eerste vraag, logische vraag is natuurlijk, waarom? Ja, nee, klopt. Ik ben naar 32 jaar voor een middelgrote club gewerkt. We hebben besloten om zelfstandig te gaan vestigen. Eerste aanleg wilde ik dat vanuit Bergshoek gaan doen, waar ik zelf woon. Al vrij snel toch bedacht van joh, ik wil eigenlijk terug naar de oude roots. Ik heb 20 jaar in Zoetermeer gewoond. Weet dat daar ook vanuit mijn oude werkkring heel veel ondernemers zijn. Goed vestigingsklimaat, wordt ook bevorderd vanuit de gemeente. En ik dacht van joh, ik liep hier tegen deze locatie aan. Veel prettiger denk ik om te zitten dan midden tussen die ondernemers. Als dat je dat toch op een beperkte afstand moet doen. Wat is dat goede vestigingsklimaat? Kun je dat kort schetsen? Nou, gemeente probeert toch die ondernemers naar Zoetermeer te halen. En die stimuleren dat. Dus. Want voor jullie beiden geldt het eigenlijk ook volgens mij. Hè? Begonnen in Zoetermeer, jij onlangs en jij iets langer. Misschien kan je ook vertellen waarom je hier naartoe bent gekomen. Nou, feitelijk had ik mijn onderneming gevestigd in Rotterdam. 3 jaar geleden ben ik naar Zoetermeer verhuisd. En dat was eigenlijk ook mijn eerste kennismaking met Zoetermeer. Nou, ik werd eigenlijk met open armen ontvangen. Door de burgemeester en een bloemetje. Ja. Zo gaat dat hier in dit dorp. Meneer Baaier was dat, geloof ik. Hè? Ja. Dus goede vriend geworden ondertussen. Dus dat is altijd heel leuk. Zoals meerdere vrienden. Het is prettig werken. Weinig drempels. Weinig zaken. Dat je zegt, daar ga je als ondernemer aan irriteren. Ik had het mooi vergelijken met het vorige plaats waar ik gezeten heb in Rotterdam. Mm-hmm. En ik merk toch eigenlijk dat ik hier... Het is geen issue, gemeentezaken. Dat betekent dat ze het goed voor elkaar hebben. En ook geen barrières opwerpen om hier als ondernemer vrij te kunnen voelen. En dat vind jij natuurlijk ook, Michelle. Allemaal wat hij net zegt. Ja, ik merk weinig tot niets van de lasten van de gemeente inderdaad. Geen regeltjes, geen dingetjes. Ideale omgeving. En dan ook nog met z'n allen hier in dat Sharebiz concept. Nou ja, dat ga jij dan binnenkort meemaken. Jij kan er misschien al iets over vertellen hoe je dat ervaart. Hier met z'n allen onder één dak. Ja, wij zitten inderdaad hier sinds augustus. De eerste bovenbewoner. En je merkt ontzettend veel positieve energie van alle ondernemers die hier de hele dag bezig zijn om hun business in de markt te zetten. En je hebt toch eigenlijk een vorm van collega's. Zonder dat je echt collega's hebt. En dat werkt ontzettend positief uit op je eigen praktijk. Ja, tenminste in ons geval zeker. En voor wat voor doelgroepen werk jij precies? De ZZP'er. Ja, en een klein bedrijf. Dus dat, en dus met name dan de startende ondernemer in Zoetermeer spreken wij aan. En die begeleiden wij eigenlijk. En dan met name fiscaal. Alles zo fiscaal voordelig mogelijk te bereiken, zeg maar. Ja, er zijn heel veel regeltjes natuurlijk. Ook in positieve zin voor startende ondernemers. Ja, en zitten ze nog in een bepaalde richting of is dat heel divers? Heel divers, ja. Echt. En wat is het belangrijkste advies wat je ze meegeeft? Hè? Kijk, we hebben het net al even in het voorgesprekje over gehad. Ondernemers zijn ondernemers. Of het nou in Zoetermeer is of in de rest van Nederland. Maar is er iets waarvan je zegt van, nou ja, ondernemer in Zoetermeer, let hierop of let daarop. Of heb je een advies voor ze? Dat is heel breed. Hè? De boekhouder wordt vaak gezien als de allesweter. Uh-huh. Zo worden wij dat ook gezien. En in zijn eerste gesprek geven ze eigenlijk advies op alle gebieden mee. En binnen Zoetermeer is het, als ondernemer moet je ook echt ondernemer zijn. En niet alleen maar goed zijn in je vak. Hè? Je moet alles kunnen. En wij raden ondernemers altijd aan. Word lid inderdaad van ondernemersverenigingen. In Zoetermeer hebben we er ontzettend veel.
Kijk gewoon welke past er nou bij je en sluit je daarbij aan. En op fiscaal gebied, ja, daar zijn er natuurlijk meerdere adviezen te geven. Maar dat nodigen we ze graag uit. Ja, voor een persoonlijk gesprek. Ja, en dan gaat gelijk de meter lopen. Ga heel vrij blijven, ja, dat wel natuurlijk. Ja, dat zou werken. Ik ga één ding op aanvullen. Ja, natuurlijk. Voor de startende ondernemer vind ik het heel belangrijk dat ze gewoon goed bezinnen. Eerst beginnen, om het zo maar te zeggen. Kortom, een goed ondernemingsplan. En dan bedoel ik niet de financiële luchtfietserij. Maar denk goed na over wat je wil gaan doen en hoe je dat in de markt wil zitten. Verken je marktpositie. Kortom, goed nadenken, goed plan uitwerken. Voordat je echt überhaupt die stap gaat zetten. Is die markt hier anders of juist te vergelijken met de rest van Nederland? Of zegt u van, nou ja, ik had ook dit advies gegeven in Haarlem? Of dit in, advies geef ik overal. Ja. Zelfs in Bersehoek? Zelfs in Bersehoek. Ja. En dat advies heb je ook aan jezelf gegeven toen je begon, toch? Ja. Neem ik aan. Want welke doelgroep bedien jij als accountant? Ik zit denk ik in een iets groter segment als Michelle. De ZZP'ers die heb ik niet als klant en starters ook niet zo heel veel. Ik zit echt in het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven, laten we zeggen, vanaf 5 tot 10 man tot 50 à 100 man. Wel kenmerkend vaak eigendom en leiding in één hand. Dus echt directeur, grote aandeelhouder. CQ, de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. En dan breed adviseren. En die laag conjunctuur, hoe uiteraard raakt dat midden- en kleinbedrijf erg hard. Maar hoe is jouw ervaring op dat gebied? Ja, ervaring is dat de klap met midden- en kleinbedrijf dit jaar met name is gekomen. En volgend jaar, althans dit jaar, nee, vorig jaar 2011 is geweest. Ja. En dit jaar zal dat nog wel even doorpakken. We lezen allemaal de kranten. De dubbeldip, die is er, om het zo maar te zeggen. Het is allemaal krapper, het gaat allemaal slechter. Midden- en kleinbedrijfondernemers zijn geneigd te lang door te gaan zonder maatregelen te nemen. Zouden tijdig moeten nadenken over welke maatregelen moet ik nemen te voorkomen dat ze te ver afglijden. Dat is eigenlijk een boodschap die je ze probeert bij te brengen. Maar adviseren jullie ze daar dan ook in? Of, want ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou oké, we doen de cijfermatige zaken en hier heb je het terug en veel plezier. Maar juist startende ondernemers hebben natuurlijk ook vaak advies nodig. Ja. Ja. Ik probeer natuurlijk altijd breed te adviseren. Die cijfers op zich die zijn, vind ik, het begin. Administratie, jaarrekening, een stukje geschiedschrijving. Ja. Het gaat om hoe interpreteer je die cijfers en wat kun je daarmee naar de toekomst doen. En dat is veel belangrijker als dat terugblikken over hoe het geweest is in het verleden. Ronald, jij bent van de 100% groep. Ja. Daar vallen verschillende takken vallen daaronder. Dus ik kan me voorstellen dat jij verschillende invalshoeken hebt. Qua salarisadministratie bijvoorbeeld. Waar valt nou voor een ondernemer nog iets te winnen in deze tijd? Nou, feitelijk betekent dat sluit eigenlijk een beetje aan op wat Jochem net aangaf. Zorg dat je processen goed op orde hebt. Zorg dat je structuur in je organisatie hebt. Die startende ondernemer is belangrijk, maar juist ook die doorstartende ondernemer. Zorg dat je je processen op tijd hebt. Zorg dat je ook tegenwoordig de mogelijkheden van de ICT benut. Want op het moment dat je achterloopt, op het moment dat je daar niet in voorop loopt, dan loop je eigenlijk al achter. En dat betekent dus feitelijk dat je een van de eerdere slachtoffers bent van deze laagconjunctuur. En want je ziet de organisaties die het op orde hebben, die structuur in hun organisatie hebben, dat zijn in mijn praktijk in elk geval de best scorende organisaties. En vinden jullie ook dat Zoetermeer meeloopt in zeg maar de algehele economische malaise? Of steken wij er nog ergens aan de positieve kant uit of juist niet? Ja, voor mijn gevoel loopt dat redelijk mee met zo'n beeld zoals dat landelijk is. Maar goed, je hebt nooit het totaalbeeld van heel ondernemersland. Nee, ja. Dus het is een beperkte waarneming. Ja, maar is ook niet vanuit initiatieven, zijn er nog vanuit de gemeente initiatieven, subsidieregelingen of zo, waar jullie mee werken? Of die nee, niet heel specifiek. Het enige wat ik er wel op kan aanvullen is, in deze omgeving is voornamelijk dienstverlening, overheid. En je ziet toch dat de dip daar op dit moment of nog gaat volgen. Hè, en dat vaak meer in productieomgevingen. We hebben veel klanten zeg maar, in het Brabantse, waar traditioneel heel veel productieondernemingen zitten, waar ja, 2-3 jaar geleden al de klappen zijn gevallen. Hm. En dat zie je eigenlijk wel in alles terug. Hm. Dat dienstverlening blijft nog redelijk op peil. En juist productieomgevingen, daar vallen de klappen. Je schetst net terecht dat advies wat je startende ondernemers meegeeft. Niet zozeer het financiële deel, maar ook weet wat je wil, et cetera, et cetera. Dan lees je vaak, misschien is dat juist een vraag voor jou, Michelle.
veel ZZP'ers beginnen uiteindelijk omdat ze er in deze tijd ergens uitgeknikkerd worden. En dan denken, ja, dat heb ik 20 jaar gedaan. Ik kom nergens anders meer aan de bak. Misschien laat ik het dan maar zelf gaan proberen. Hoe ervaar jij dat? Hoe zie je dat? Ja, dat zie je ontzettend veel gebeuren. Ik denk dat op dit moment zeker 30% van de nieuwe aanwas bij ons in de praktijk inderdaad eruit gegooid is. Mm-hmm. Ofwel met een zak geld. Ofwel in de vorm van de WW gewoon direct. Ja. En gelukkig wordt dat wel gestimuleerd om voor jezelf te beginnen. Dat zie je echt ontzettend veel. Maar is dat een goede start? Is dat een goede basis om mee te beginnen voor jezelf? Of zijn het al kansloze missies eigenlijk vanaf de start? Nee, want je ziet toch wel vaak dat de mensen die dat doen, dat het eigenlijk toch altijd wel een soort wens is geweest om het ooit te gaan doen. Alleen het kwam er nooit van. Maar ze kunnen er nauwelijks van rondkomen. Dat zijn toch over het algemeen wel de berichten die dagelijks in de krant staan. Klopt, zie je veel. Ik moet heel eerlijk bekennen dat binnen onze praktijk zie ik dat heel weinig. Dat zal toeval zijn. Ja. Maar de manier waarop het gesubsidieerd wordt, en dat is in de feite van je krijgt een WW-uitkering en je kunt dus min of meer gesubsidieerd voor jezelf starten. Mm-hmm. De echte ondernemer, dus degene die echt die wil had om het te gaan doen, die komt er wel. Die haken vaak na een jaar zeggen ze hun WW al op, want dan zijn ze eigenlijk al boven Jan. Ja, helaas heb je ook de mensen die het noodgedwongen gaan doen, omdat ik niet meer aan de bak kom. Ja, dat is dan moeilijk. Ja. Dat zei ik net al. Je moet echt ondernemer zijn. Je kunt niet zomaar denken, inderdaad, ik ben goed in mijn vak. Waarom ben jij zelf een ondernemer? Want eigenlijk dat zijn jullie alle drie. Vind ik wel interessant om te weten. Ja, bij mij is het altijd de wens geweest om ooit ondernemer te worden. Wat is dat? Waar komt dat vandaan? Geen idee. Is het heel erg om voor een baas te werken of zo? Nee, baas en ik gingen niet zo heel goed samen, inderdaad. Zie je, is dat de rode draad bij jullie ook? Ja, ik denk het wel. Ja? Dat er iets in jezelf borrelt, zegt, goh, dat zou anders kunnen. Ja. Wat je niet gerealiseerd krijgt bij een werkgever. En ja, dat was voor mij nou ook de eerste stap om te zeggen, nou, dan ga ik het voor mezelf doen. Geldt dat voor jou? Stukje vrijheid, zelfstandigheid. Ja. Ik moet zeggen, ik ben hiervoor natuurlijk in een grote organisatie ook als ondernemer bezig geweest. Nou, dan lever je toch alweer in op die zelfstandigheid. En nou, dat ben je op een gegeven moment zat. Vandaar dat ik nu toch weer de stap heb gezet om heel kleinschalig ondernemer te zijn. En jullie zien alle drie de toekomst in dat opzicht als eigen ondernemer positief tegemoet? Absoluut. Dat wilde ik net vragen. Als een soort van afsluiting. Ik bedoel, misschien is dat dit jaar nog niet. Maar laten we zeggen, even ver vooruit kijken naar 2013. Goed of slecht? Goed. Absoluut goed. 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 Ja. Je hebt het zelf. Crisis, wat nou crisis? Het is een en al vrolijkheid hier. Ja, fantastisch. Nou, lolliger kunnen we niet afsluiten. Dus vriendelijk bedankt allemaal. Ja, leuk kunnen wij het niet maken. Dank je.